Hé, hoe spring jij zo hoog? Poepzakje! Hoi, hey, ja, dat klopt, maar jongens, ik wou even vragen of jullie het al gehoord hebben. Nou? Black Ops 2 die gaat terugvallen naar MW3, omdat heel veel mensen protest hebben aangetekend. Heel veel mensen die vonden MW3 veel beter, dus hebben ze besloten om Black Ops 2 en MW3 bij elkaar te voegen. Wisten jullie dat? Nee. Ja, ik was niet zo... Wat vinden jullie van dit nieuws? Ik bedoel, ik was niet zo blij toen ik het hoorde, want ik vind Black Ops 2 een geweldig spel, dus... Ik vind MW3 eigenlijk niet zo leuk, maar ik vind Black Ops wel vet. Ja, maar ze gaan het dus terugvoegen naar MW3. Mensen kunnen zeg maar stemmen inbrengen en jullie stemmen er dus voor dat Black Ops gewoon blijft, hè? Als het goed is. Ja. Nou, zo breng je dus je stem in. Je zegt, ik, poepzakje, stem in dat ik Black Ops 2 zal houden als het is. Breng je stem maar in. Ik en Eddie stemmen in dat ik Black Ops 2 wil houden. Als het is. Zoals het is. Oké, de volgende. Stemmen. Yo. DK. Ik stem in. Nog wat? wat is het? Stem in op dat Black Ops 2 blijft. Ja. Ik stem in dat Black Ops 2 blijft. Dat is altijd bij jou. Het is maar een spel. Doe gewoon rustig. Hoi, back, man. Vieze camper. Ja, man. Ja, wie zei hier dat hier de camper was? Waar is die camper? Hoe heet die camper? Ja, zeg even de naam van de camper, want dan kan ik hem de naam eventjes noteren, zodat ik het verder kan afhandelen. Even kijken wie het was. Mac Pro. Mac Pro. Oké, die noteer ik eventjes. Wat heeft hij nog verder uitgesproken? Is hij onder invloed van hacks of drugs? Oké. Ja, volgens mij wel, ja. Oh, hij is ook nog aan het hacken, oké. En jullie hebben verder geen hacks of zo? Of verder... Nee, tuurlijk hebben wij geen... Ja, hoezo tuurlijk? Ik bedoel, jullie... je staat toch best wel hoog in de scores. En ja, ik moet dat toch wel even navragen. Want volgens mij heeft Raon heeft hacks. Wie? Six, jij hebt ook hacks volgens mij. Ja. Ikke? Ja. Hoezo ik een hacks moeten komen? Ja, dat die vraag kan ik helaas niet beantwoorden. Die kan alleen jij beantwoorden. En Kan ik ook niet beantwoorden als ik er geen gebruik heb, hè? Of als ik er geen heb. Ja, jongeman, kijk, dit is nou precies wat wij bedoelen. Het ontkennen van de fase. Dat is zo vervelend. Kerel, wat zit je nou allemaal te lukken? Kunnen we niet gewoon eventjes snel afhandelen dat jij even gewoon zegt dat je hacks hebt? En dat ik jou gewoon jouw naam ook noteer naast die van de camper? Nee, want ik wil dit spel eerlijk spelen en daarom ga ik geen hacks gebruiken. Ja, eerlijk spelen. Ja. Eerlijk spelen, dat zeggen ze natuurlijk allemaal. Maar ik bedoel, ik ga je naam eventjes noteren. Ja, doe maar poepzakje. Ja, doe maar poepzakje. Kijk, hey, luister, brutaliteit, daar hou ik natuurlijk ook niet van. Hè. Dus blijf formeel tegen mij en ga niet de stoere boy uithangen bij je vrienden. Want dat is wat je nu aan het doen bent. Dat is wat je nu aan het doen bent. I'm a champion, so I'm a champion.